Welkom bij Vogelen met Limosa. Het is juni en ik ben met mijn campertje een paar weken in Noorwegen op vakantie. En behalve dat het een prachtig vakantieland is, kun je er in juni ook erg goed vogelen. Het leuke is, in Noorwegen broeden een aantal vogels die bij ons alleen in de trektijd voorkomen of in de winter. En die gaan we de komende tijd ontmoeten in een aantal vlogs. Dus kom op! Deze prachtige vogel is de goudplevier. Die hebben we uitgebreid besproken in vlog 36 en 44 van 2020. En zoals ik al zei, in Nederland broedt hij niet meer, al een eeuw niet meer. Maar hier, in deze boomloze tundra, in de bergen van Oost-Noorwegen, broedt hij wel. Moet je eens kijken wat een prachtig landschap. En hoe die goudplevier daar eigenlijk helemaal in opgaat. Als je hem zo ziet, denk je wat een prachtig verenkleed. En tegelijkertijd is de hele tekening is geheel in dezelfde achtergrondtinten als het landschap waar die broedt. De zwarte vlekken zie je terugkomen op de rotsen in de vorm van korstmossen. En het getekende verenkleed op de rug is precies de vegetatie die je daar aantreft. Dit zachte, melancholieke gefluit, dat is typisch wat goudplevieren doen in hun broedgebied. Ze bezetten allemaal een territorium. En dan op een afstand van enkele honderden meters van elkaar staan ze daar. Deze desolate, melancholieke fluittonen te produceren. Hier zie je hoe prachtig die goudplevier daar in het landschap zit. De mannetjes zijn doorgaans dieper zwart getekend op de borst en de buik, maar er is heel veel overlap in het verenkleed. Dus het is niet een heel erg betrouwbaar criterium. Als je het echt zeker wil weten, dan moet je eigenlijk een paardje hebben dat naast elkaar staat. Als ze baltsen, dan maken ze een zangvlucht met ook die melancholieke roepen. En dat hebben we niet gezien. Er worden pogingen gedaan in Nederland om hem weer terug te krijgen als broedvogel. Vroeger broedde die op de hoogvenen in Oost-Nederland, Zuid-Nederland en de kale heidegebieden. Maar daar is hij dus inmiddels ruim een eeuw uitgestorven. Wat een prachtig beest, vind je niet? Hier, kijk, dat zwart, dat zie je terug in het korstmos op die steen. Daarnet vloog er ook een slechtvalk over, maar ze keurden elkaar geen blik waardig. Blijkbaar had de slechtvalk al gegeten. Het is wel een prima prooi ervoor. Dat was hem. Tot de volgende keer. Dag.